Na weer een training gaat Rintje Ritsma naar huis. Onderweg filosofeert hij. Ik denk dat de nieuwe generatie dat daar af en toe wel heel makkelijk over bepaalde dingen gedaan wordt in een team. Vanzelfsprekend dat er dingen geregeld worden. En ik denk dat ze er af en toe best eens bij stil mogen staan. Dat er achter de schermen heel veel mensen aan het werk zijn. En er zit, ik denk dat de huidige generatie, dat die best wel verwend is met faciliteiten en omstandigheden. Lemmer is voor mij gewoon belangrijk, omdat mijn roots hier liggen. Ik zal waarschijnlijk altijd wel verbonden blijven aan Lemmer, maakt niet uit waar ik zal gaan wonen. Lemmer heeft toch wel een bepaalde rust. De Lemsters die hebben wel zoiets van, doe me normaal, dan doe je gek genoeg. Gewoon wel een heel nuchter volkje. Het uiterste uit je lijf halen lukt alleen maar door op dat evenwichtsballetje te blijven. En als je er aflekert, dan presteer je gewoon niet naar behoren. En op het moment dat je een periode niet hebt gepresteerd, dan waardeer je het juist weer extra op het moment dat het wel weer even goed gaat. En ja, dat is het mooie van winnen en verliezen. Als je altijd alleen maar wint, dan is verliezen is heel moeilijk. Maar op het moment dat je een keer flink onderuit gaat, dan is winnen weer extra mooi. In 1991 meldt zich een rustige, onopvallende jongen uit Lemmer binnen de grote schaatswereld. Hij is nog geen winnaar. Bij de winterspelen van Albertville is de vierde plaats op de 1500 meter zijn beste kwalificatie. Samen met de Heerenveener Falco Zandstra moet Ritsma opboksen tegen de heersende orde van voornamelijk Haagse bluffers. Zandstra lijkt vanaf het begin de meest assertieve en gretigste van de twee Friezen. In het Noorse Hamar liggen de eerste opvallende daden van Ritsma. Eerst is daar, in 93, de bijna bloedstollend mooie niermis met Atne Sundraal. Waarna hij een jaar later met provinciegenoot Itz Posma een klassiek duel op de mijl uitvecht. Ronde 21-55, dan zit hij onder het wereldrecord. 1/10 seconde onder het wereldrecord. Gaan we dat dan eindelijk beleven? Een wereldrecord dat al 6 jaar stand hield. Dat bevestigd werd tijdens de Olympische Spelen van Calgary door André Hopman. Wordt dat dan na heel veel vergeefse pogingen eindelijk echt verdrijven door het Ritsma? Het is de vraag. Het wereldrecord staat op 1:52.06. 1:52.06. En daar komt die man uit Lemmer. En daar is het nieuwe wereldrecord. Een ongelooflijke prestatie. En daar komt hij dan, de nieuwe Europese kampioen. Lemmer kan trots zijn. Rintje Ritsma, hij won de 500 meter, hij won de 1500 meter, hij won de 5000 meter, werd vierde op de 10.000 meter. En dat betekent natuurlijk onomstotelijk, met een prachtig puntentotaal, een nieuw wereldrecord in dat verband ook, de winst en het hoogste plaatsje op het podium voor Rintje Ritsma. Ja, opa was schipper, hè? Ja, die heeft altijd gevaren, ja. Ook op een scootje? Ja, die is scootje schipper geweest. Ook een keer kampioen geworden. Maar ook vroeger hard gewerkt. Gewoon ook vrachtvervoer. Ja, die dingen die moesten met de hand, moesten die schepen toen leeggehaald worden. Dat was een harde, hè, je opa? Ja, die is dus wel een bikkel, ja. Hij, is ook, hij loopt tegen de 100, dus hij heeft een sterk lijf. En Heid? Heid, ja, die houdt ook van watersport. Volop. Dus, dit jaar hebben we niet heel veel gezeild, maar we zijn ook vaak wel samen nog. We hebben natuurlijk zelf ook een bootje, dus we zijn een paar keer wel samen weg geweest nog.
En dan, dan ook met z'n tweeën allebei op eigen bootje terug. En dan is het natuurlijk een wedstrijdje onderling. Hè? Willen jullie allebei winnen? Ja, ja, goed. Ik heb een boot nodig, waar, of ik heb een boot heeft wat meer wind nodig. En als het dan weinig waait, hij heeft een bootje wat heel licht drijft. Ja, dan kan ik hem niet hebben. Ja, en dan gewoon alle zeilen bijzetten op een gegeven moment. En dan zie je, dan is hij weer voor op dek bezig en dan ben ik weer voor op dek bezig. En zo een beetje heen en weer. Dan is het een beetje vlaagje zoeken hier en daar. Nou, en dan is het van Enkhuizen naar Lemmer is het gewoon één grote wedstrijd. Tot ergernis van moeders af en toe. Als je, zoals jij, veel bereikt hebt, hè? Dat heb je. Je hebt gewoon veel bereikt in je leven. Wat is er dan nog wat je drijft? Ik denk toch de passie en de liefde voor de sport. En weer dat oneindige technische verhaal waar je nooit klaar mee bent. Wat gewoon een uitdaging blijft om daar continu mee bezig te zijn. En de grens van je lichaam weer op te zoeken. Steeds weer? Ja, iedere keer weer. Zolang je als sporter gewoon je lijf voelt en je lijf kent en je niet het gevoel hebt dat je het uiterste eruit hebt gehaald, moet je als sporter altijd doorgaan om proberen het er wel uit te halen. En dat heb ik gedaan. En dat is een gevoel wat jij hebt? Dat is een gevoel wat ik heb. Daarom kon ik ook vol overtuiging zeggen van ik ga er nog één keer voor, want ik weet dat ik beter kan dan wat ik de afgelopen jaren gedaan heb. Ik ben erg ondernemend geworden. Zakelijk. Dus dat is iets waar ik me ook helemaal geen zorgen over maak. Ik krijg voldoende aanbiedingen om meteen ergens anders aan de slag te kunnen. Om ook meteen een leven weer naar het schaatsen op te pakken. Maar ik wil op het moment wil ik één ding en dat is hard schaatsen. Dat vind ik leuk en daar ga ik voor. En al het andere waar ze mee komen, maakt niet uit of bieden ze me een godsvermogen van een salaris. Ik wil schaatsen. Dat is het. Al snel wordt duidelijk dat Ritsma de sterkste van de twee jonge Friezen is. Hij is de vleesgeworden allrounder. Min of meer het zinnenbeeld van de ideale schaatser zoals wij die in Nederland graag zien. Zandstra was heel even top, maar geeft zich symbolisch over. Ritsma heeft zijn tweede winterspelen inmiddels afgesloten met twee medailles. Zilver en brons. Maar er ontbreekt nog iets. Hoewel al snel een man van Stavast, brengt het ijs, hier in Groningen, hem nog wel eens in verwarring. Zijn pirouette is wel vaardig uitgevoerd. Het is historisch en humoristisch. In 1995 wordt hij binnen 3 weken 2 keer kampioen. Europees in Heerenveen en de beste van de wereld in Baselga. Zijn allround heerschappij begint hier. Zijn er wel eens momenten dat jij eenzaam bent? Zelden. Ik kan me gewoon heel goed zelf vermaken. Maar ieder mens heeft daar wel eens last van, dus ook jij. Eenzaamheid? Ja. Nee. Ik heb nooit last van eenzaamheid. Echt nooit. Je zit me aan te kijken of je water ziet branden. Nee, dat is echt zo. Heb je wel eens heimwee? Heimwee naar het water, bootje. Ja, die heb ik wel eens, ja. Thuis. Heb je wel eens last van ernstige verliefdheid? Ernstige verliefdheid niet. Nee. Je bent nog altijd single, hè? Ja. Wel 3 jaar samen gewoond. Bewust? Ja, misschien ook wel een beetje. Ik stond in ieder geval niet meer open voor om heel veel moeite voor de relatie te doen. En dan... Dat klinkt egoïstisch. Dat is ook egoïstisch, ja. Maar op het moment dat je kiest om nog 1 jaar hard te schaatsen en je zit in een relatie waar het niet vanzelf gaat, dan heb ik zoiets van jongens, dit is een leven wat... Ik ben nog relatief jong, niet voor een schaatser, maar wel als mens. En als ik het doe, dan wil ik het met vol overgave doen. En is er ook weinig wat er in de weg mag staan. Maar doet hij zijn best altijd aardig gevonden te worden? Nee. Ik probeer mezelf te zijn. En er zijn momenten dan keer ik misschien echt in mezelf en dan zeg ik niks. Maar die momenten heeft denk ik iedereen. En dan word je al snel afgescheept door een bepaalde groep van
egoïstisch of asociaal of weet ik het wat, als je dan even niet oog hebt voor andere dingen. Ik denk dat dat gewoon bij het leven hoort zo, wat ik op het moment heb. Je kan niet altijd kan je het iedereen naar de zin maken. Op 21 september 1995 laat Ritsma de sportpers van Nederland samenkomen. Hij introduceert een nieuw aspect binnen de schaatswereld. Hij gaat commercieel en verlaat de schijnbaar veilige haven van de KNSB. Hij moet echter wel met de billen bloot. Hebben we natuurlijk wel lang over zitten twijfelen. Er werd wel van me verwacht dat ik weinig kleren aan zou hebben. Ja, ik denk, ach, maakt het allemaal uit. Gewoon doen. Uiteindelijk zijn het er volgens mij een stuk of vier geworden. Eén in de kleedkamer, één met een dame, één met een muis, één in bad. En een jaar later ook nog één met Marianne Timmer. Elke huid heeft een sponsor nodig. Is dit de typische kamer van een man alleen? Dat lijkt het op het moment is het slordig hier. Ik ben op zich redelijk netjes. Want als Jilles hier bijvoorbeeld komt, dan zegt hij altijd, woont hier wel iemand. Wacht even, de was staat daar. Hè? Ja. Doe je je eigen was? Op het moment niet. We zijn op het moment met een verbouwingje boven bezig. En mijn wasmachine die is echt voor buiten gebruik. Dus dat komt mij erg goed uit op het moment. Dus moeders doet de was. Hoeveel dagen per jaar ben je thuis? Ik weet in ieder geval dat ik rond de 200 hotelovernachtingen per jaar heb. Pardon? 200 hotelovernachtingen, ja. Dus wij, je woont eigenlijk. Je leeft vanuit je koffer. Dat is het leven van een sporter. Dat weten wij helemaal niet. Ja, de meeste mensen beseffen het niet. Dat wij ook al in de zomer heel veel weg zijn. 200 dagen per jaar slaap jij in een hotel? In een ander bed, ja. Wat is dan thuis? Je koffer? Bijna wel, ja. Ja, dat is gewoon. Ja. Ik heb daar nooit over nagedacht, eigenlijk. En het leven bevalt me op zich ook prima. Ik vind het ook weer goed om. Als je gewoon weer je eigen dingetjes hebt. Maar je hebt op een gegeven moment neem je ook. Heb je altijd wel dingetjes. Ja, een hotelkamer heb je vaste dingetjes die je neerzet. Dat een hotelkamer toch weer iets van jezelf is. Je komt zoveel in een hotelkamer. Je hotelkamers zijn allemaal hetzelfde. Er staat een bureautje met een tv'tje en een bed. En je hebt altijd je computertje, je muziek zet je neer. Vaak op dezelfde plek. Je hebt je bed, heb je klokje zet je neer. Je hebt gewoon een vaste inrichting van je hotelkamer heb je gemaakt. Zodat het een beetje thuis wordt. Lance Armstrongs boek lijkt hier niet voor niets op de grond te liggen. Het verhaal wat erin staat is heel boeiend en heel mooi. Hoe hij, gewoon de persoon die hij is, hoe hij opgegroeid is, wat hij mee heeft gemaakt. De band die hij met zijn moeder heeft, dat vind ik wel mooi. Ja. Zou er ook zo'n boek over jou geschreven kunnen worden? Het hangt er vanaf wat je er allemaal. Je kan een boek heel mooi maken, hè? Dat zei ik al. Ik denk wel dat er dan ook een boek van mij heel mooi kan zijn, ja. Maar er is ook een deel dat privé is. Ja. Ja, ik zou. Ja, ik. Privé heb ik altijd zoiets van. Moet ook een beetje privé blijven. Zou ik in een boek gaan verwerken. Ik denk dat. Ja, ik denk er is dus een gedeelte rintje wat wij niet hoeven te zien voor jou. Of zien we eigenlijk al bijna alles? Nou, ik denk dat ik mensen die mij echt goed kennen. En dat is met name ook mijn ex-vriendin waar ik mee samen heb gewoon. Die zegt wel dat er een andere rintje thuis is dan en een rintje op de ijsbaan.
Het allround schaatsen krijgt nog een lift als een andere Fries zich aan de top meldt. Boerenzoon Itz Postma tegen schipperskind Rintje Ritsma. Hun onderlinge duels zijn klassiek te noemen, in alles. Het goed schaatsen van allround toernooien in de buitenlucht is zo'n beetje het stoerste dat we in Nederland kennen. Ritsma en Postma verheffen deze tak van sport tot een nationale passie. Ritsma is daarin vaak de beste. Hij kent namelijk geen zwakke afstand. Hij is allrounder. Hij is made in Friesland. Hij is wereldberoemd in een kleine schaatswereld. Als afstandsspecialist komt hij in Hamar 96 duidelijk tekort. Dit is de allrounder op zijn kwetsbare momenten, die soms wel over zijn toekomst nadenkt. Dat doet hij vooral als hij alleen op het water is, met zeilen. Ik heb wel zoiets waarschijnlijk na Nagano. Alles is er toch wel een beetje op afgestemd natuurlijk. De laatste 2 jaar ben je er toch wel een beetje mee bezig. Maar ik wil niet de fout maken om helemaal blind te staren op 1 of 2 afstanden daar. En ik wil gewoon goed rijden. En als dat dan zilver of brons wordt, nou ja, dan heb ik er ook vrede mee. Als ik voor mezelf weet dat ik er alles aan heb gedaan, dan vind ik gewoon dat ik een mooie sportcarrière heb gehad. We gaan dan naar het buitenijs van Warschau. Hier komt de wereldkampioen van 1997 in het vooroliepisch jaar, de 5000 meter. Rintje Ritsma Lemmer. Daar is Rintje Ritsma, 702-74, 703-72. Als in 98 de EK op het buitenijs in Helsinki wordt verreden, weten de kenners meteen dat er maar één winnaar kan zijn. Ritsma speelt hier met de elementen. Kijkt nooit om en weet op het podium wat plezier maken is. Het kind in een oersterke man staat dan op. Van de felle maan naar de reizende zon. De winterspelen vinden plaats in de zogenaamde M-Wave van Nagano. Allrounder Ritsma moet zijn meerdere op de 5 kilometer erkennen in landgenoot Gianni Romme. Weer geen goud. De enige medaillekleur die hij olympisch nog mist. In zijn bijna blinde jacht op goud rijdt hij zichzelf 3 maal geheel stuk. Het wordt de blues voor de geboren allrounder. 2 maal zilver. Maar dan komt zijn misschien wel grootste wedstrijd. Toch die 10 kilometer over Nagano tegen Veldkamp. Ik was daar dol en dol blij met die bronzen medaille. Niet op het moment toen ik over de finish kwam, maar achteraf wel. Achteraf wist ik gewoon van dit was voor mij gewoon een ideale race. En dit was het hoogst haalbare wat ik hier kon doen. Er zullen een heleboel mensen dat niet snappen. Nee, misschien niet, maar dat was... Kijk, als je als sporter, als je weet ik heb er alles aan gedaan en dit was het maximaal haalbare, dan kun je zelf geen verwijten maken. Dan is het ook niet reëel om te zeggen van... maar ik had daar toch goud moeten winnen. Als je voor jezelf weet van dit was het, ik kon niet meer. Dan is het, waarom zou je jezelf zo kwellen om dan te zeggen van... ja, maar ik had toch goud moeten houden. Nou, blijkbaar kon je wel meer in die laatste 2 rondjes. Omdat je niet wilde verliezen. De laatste 4, 5 ronden is het gewoon van... ja, jongens, nu is het gewoon doodgaan en blijven gaan. En dan zie je je prooi daar en die wil je gewoon verschalken. En ja, die laatste 2 ronden, die kom je dan ook wel door. Op het moment dat je al eigenlijk naar de kloten bent, dat je al eigenlijk voor je gevoel al gefinished had moeten zijn, dan moet je nog steeds 2 ronden moet je rijden. En die 2 ronden, die haal je toch ergens uit je tenen vandaan, die glij je toch door. Hoe voelde je toen je over de streep kwam?
ja, vreselijk dood en kapot en koppijn, dat weet ik nog. Ik heb daar echt lang last van gehad, van die race. Wat heet lang? Ja, een paar weken. Een paar weken dat je lijf gewoon echt vermoeid is en op het ijs loopt het gewoon niet, want daarna train je natuurlijk wel weer gewoon. Maar de techniek ben je helemaal kwijt. Je kan cognitief kun je gewoon niks aansturen. Je lichaam krijgt er zo'n knauw van. Wat dus zelden gebeurt, hij rijdt zichzelf geheel in het rood. Maar zelfs prinselijk opbeurende woorden helpen niet. Bij de koninklijke belangstelling is slechts de derde trede voor hem weggelegd. Zijn beroemdheid leidt wel tot een heus wassen beeld. En voor de schaatswereld is en blijft hij de ongekroonde koning van Friesland. In 1999 slaat hij weer twee keer toe. Europees kampioen in Heerenveen, met korte mouwen, een nieuwigheid in deze wereld. En later in Hamar, waar hij bijna triomfantelijk lachend zijn laatste meters zal afleggen. En waar hij een paar weken later de schaats-Oscar komt ophalen. Rintje Rietsma, congratulations! Televisiekijkend Nederland gloeit bij het kijken naar juist zulke beelden. Rietsma is het gewend. Zijn vierde en laatste wereldtitel behaalt hij in het sprookjesachtige Boedapest. Hij deelt zijn vreugde met coach Geert Kuiper. Hij draagt het Lemmerse dundoek internationaal uit. En hij regeert als een koning in een bijna sprookjeswereld. Die heb ik gekregen naar Boedapest. En ondertussen is hij nog een paar keer aangepast. En dan kwam ze hier en zei, ja, ik vind, er mist iets. En dan kwam ze terug, heeft ze er een beer in gemaakt. En hij is begonnen, zag je echt heel duidelijk een ijsbaantje met de gebouwtjes op de achtergrond van Boedapest. Nou, dat is dit hier. Nou, hier is een schaatsertje met de Nederlandse vlag. Nou, en de beer. Je moet kunst nooit uitleggen, hè? Dat zeggen ze dan, hè? Ja, ik heb hem opgehangen, dus ik vond hem wel grappig. Nou, nee, ik ben natuurlijk gewoon met mijn trainingen ben ik gewoon bezig. Dus, met de dingetjes die er tussendoor komen, is het toch wel heel erg druk. Nee joh, het is al hartstikke druk. Dus ik ben gisteren teruggekomen, dus... Die is heel belangrijk, hè? Die gaat overal mee naartoe. En wat doen? De fans. De hagelslag. Als ik geen hagelslag bij me heb, dan staat mijn leven echt op de kop, hoor. Waarom? Ja, dat weet ik niet. Dat is gewoon iets dat hoort gewoon bij mij. Voor mij is gewoon ontbijt, daar zit gewoon hagelslag in. Heb je nog meer van dat soort gekke dingen? Nee. Dingen die je moet doen? Nou, ik heb altijd wel
Een kruidkoekje heb ik altijd wel mee eigenlijk. Of een ontbijtkoekje en hagelslag. Dat is het enige wat altijd meegaat op trainingskamp. Waar je op de wereld bent, je moet hagelslag hebben? Ja, hagelslag gaat altijd mee. Ik ga speciaal ik probeer het sowieso te regelen dat ik een speciaal boodschapper doe, zodat er hagelslag mee kan. Het was bijna paniek voordat ik naar Calgary Assault Day ging. Want ik moest een mengelmoesje van gewone hagelslag en nog een mengelmoesje kwinkslag moest ik bij elkaar gooien om nog een redelijk pakje hagelslag mee te nemen. Gaat het verder goed met je of niet? Het is zo erg met die hagelslag. Dan, op een gegeven moment was het van dan pakte iedereen pakte gewoon hagelslag van elkaar. Maar ja, je neemt hagelslag mee voor een bepaalde periode. Dat je denkt, nou, dan kom ik wel 2 weken door. Maar als daar dan 2, 3 man meer van gaan eten, dan kom je dus aan het einde kom je niet uit. En dan is je leven ontregeld. Dan is mijn leven ontregeld. Dus vanaf dat moment, bij TVM was het op een gegeven moment van, jongens, iedereen heeft zijn eigen pak hagelslag. En diegene die geen hagelslag mee heeft, die eet dus geen hagelslag. Valt me nog iets op. Je smeert links. Ja. Ben je links met alles? Met een voetbal ben ik rechts. Maar daar ben ik slecht in, dus misschien is dat de reden. Ja. Maar je pakt links aan, je schrijft links? Ik schrijf links, ja. Linkse mensen zijn gekke mensen, hè? Zeggen ze wel eens. Ja, dat zeggen ze wel eens, ja. Die hebben wel eens bijzondere dingen. Ja. Er zijn veel topsporters die links zijn. Ja. Autoracen is een andere passie van de Vries. Ook hier lijkt hij met de elementen te willen en kunnen spelen. Ik denk dat het goed is voor je kop. Dat je gewoon niet alleen maar met het schaatsen bezig bent. Als je echt een keer even je hoofd even los hebt en je bent even helemaal met iets anders bezig, waar je het vreselijk naar je zin hebt, dan komt het alleen maar ten goede richting schaatsen. Ik weet in ieder geval dat ik voor mezelf niet te veel risico neem. En ik weet heel snel wat de limit van een auto is. En ja, ik rij ook zelden een auto plat. Tenminste, heb ik de afgelopen jaren heb ik dat niet gedaan. Ik ben in verhouding rijk altijd heel weinig schade. Bij het kitesurfen echter leidt hij wel schade. En toen voelde ik gewoon een krak. En dan weet je altijd dat het fout is. En het woord stoppen is geen moment in jouw gedachten opgekomen de afgelopen dagen? Nee, helemaal niet. We gaan strijden. Als we gaan, gaan we strijden ten onder. Langzaam komt er een kentering in zijn loopbaan. De dertige Ritsma, eigenaar van een werkelijk indrukwekkende erelijst, moet voorzichtig een stapje terug doen. Anderen zijn sneller en zelden nog weet hij groots en meeslepend te winnen. Hij rijdt weer onder de vlag van een grote ploeg, maar maakt geen progressie meer door. Zelden nog kan hij overtuigen, te meer daar het schaatsen meer en meer een sport voor afstandsspecialisten is geworden. De allrounder komt zo redelijk in de kou te staan. Maar er wacht hem nog 1 Olympische Winterspelen. Hij wil nog 1 keer laten zien dat hij iets kan op de 5 kilometer. Hij gaat naar Salt Lake City, maar heeft geen succes. Niemand lijkt daar in Amerika de Nederlandse vlag te willen dragen. Ook Ritsma niet. Je staat zeker voor 4 à 5 uur sta je gewoon buiten in de kou. Nou, de kans dat je nog een verkoudheid oploopt is gewoon heel groot. Het kan heel gezellig zijn met die vlag. Maar ja, ik kom hier nou eenmaal niet om een vlag te dragen. Ik kom hier gewoon om hard te schaatsen. De grote kampioen van weleer komt zichzelf steeds meer tegen. Anderen beginnen voorzichtig op te merken dat zijn tijd toch echt wel gekomen is. Ik weet dat ik in het seizoen groeien kan. Dus, en ik heb gewoon te veel trainingsarbeid geleverd om nu te zeggen van ik stop ermee. Dat vind ik gewoon zonde. Omdat ik mezelf nog wel een beetje kansen wil geven daarin. Na een verlieswedstrijd in zijn Heerenveen reageert hij primair op allerlei meningen. Zoals die van Henk Gemser. Ja, ik respecteer zijn keuze. Maar hij heeft natuurlijk dus nu al heel tijd dat hij de aansluiting mist. En dat valt hem ook niet te verwijten. Maar je moet het wel constateren. Je kunt wel sentiment hebben. Nou, dus zo kan je die is. Aan de andere kant is het ook zo dat dus, ja, er een sportwet is. Dat als het voorbij is, is het voorbij. Wie bepaalt nou dat ik mijn top gehad heb? Bepaal jij dat? Bepaalt Henk Gems dat hij daar zit? Op een stoeltje en ik zit er nu verder. Die mensen denken allemaal dat ze er verstand van hebben. Maar die mensen die met mij werken, die moet je eens gaan vragen. En dat domme gelul van alleen maar van hij moet stoppen. Ik ben degene die bepaalt wat ik stop. En dat is het laatste wat ik erover heb gezegd.
Dankjewel. Begin november 2005 is hij terug op die Alf. Anderen hebben hem geheel afgeschreven, maar Ritsma daagt nu vooral zichzelf uit. Hij heeft een privésponsor gevonden en begint met Jillert Anema aan zijn zijde een interessante race. Eerst moet hij in de warwinkel van kwalificatiewedstrijden maar eens staande zien te blijven. En dat lukt hem. Als je mij de laatste dingen gaat, de juiste dingen laat doen, dan blijkt het nog wel hard te kunnen gaan. Dat gebeurde vorig jaar niet. Nee, dat gebeurde de afgelopen 3 jaar zeker niet. In Calgary, op snel ijs, 2 weken later, rijdt hij zijn snelste 5 kilometer ooit. Kan het dan toch? De geboren allrounder, kameroudste van de Nederlandse schaatsschool, heeft te maken met jonge kerels die sneller zijn dan hijzelf. Het is meer dan een botsing van generaties. Het is vooral een groot duel met zichzelf. Boeiend tot en met. De trotse ex-kampioen moet zichzelf nog steeds nomineren voor de winterspelen. En hoewel hij sneller rijdt dan ooit, heeft hij geen enkele zekerheid. Zelfs de ervaren alleskunner toont zijn spanning. Ook hij is maar een mens. Maar hij rijdt beter dan ooit. Hij nadert zijn tegenstanders, maar dat is nog steeds niet genoeg. De strijd blijft. De onzekerheid ook. En hij weet dat hij nog maar 2 kansen heeft om zijn 5e winterspelen te behalen. Hij wendt alles aan om hard te rijden in Amerika. Anema staat achter de boarding en oude getrouwe Wopke de Vecht op het ijs. Ze geven hem vertrouwen en geven hem ook zijn richting aan. Hij heeft als allrounder de 5 kilometer gekozen voor zijn laatste Olympische kunstje. Al 3 maal dit seizoen heeft hij een persoonlijk record gereden, maar ook na deze rit zal dat niet voldoende zijn. Een race aan Nederlanders is sneller en hoewel hij oprecht kan stellen dat hij beter rijdt dan ooit, snijdt dat gezegde geen Olympisch hout. Want met een dik PR is hij nog ver van Turijn verwijderd. Allround toernooien van Hamar en Calgary, dat kan ook nog. Maar, hoi, er is meer voor hem. Maar de tijd dringt. Thuis in Lemmer doet hij wat hij bijna 20 jaar heel veel heeft gedaan. Trainen. Ik doe 8 keer 3 minuten. 2 minuutjes pauze en die 3 minuutjes zijn echt pittig door. Dus, hartslag? Hoeveel? Neus op gevoel. Ja? Train niet zoveel meer op hartslag. Waarom niet? Omdat het. Omdat je gevoel belangrijker is dan je hartslag. Soms klopt je hartslag helemaal niet. En. Dan moet je op je gevoel trainen. Dat bevalt beter dan hartslag. Wat voel je nu? Gewoon beginnende vermoeidheid. Waar? Benen. Ademhaling.
De rit naar 2600 meter, van de 5 kilometer zo ongeveer. Of ja. Later? Ja, het is anders. Het zit er allemaal net tegenaan. Is pijn fijn? Soms wel. Soms kun je het heel makkelijk verdragen. Dan kun je heel diep gaan. Het motortje van nu is sterk en ik weet dat ik, als het een beetje klopt, dan kan ik nog een eind komen. En toen was het mentaler, was het waarschijnlijk makkelijker. Alleen, je lichaam was toen op zich minder getraind. Het lichaam, als je lichaam blijft trainen, dan ben ik van overtuigd dat je tot 36, 37 jaar alleen maar kan blijven groeien. Als je maar door blijft trainen, wordt het lichaam alleen maar beter. Hele goede race gehad, dat je over de finish komt en dat je denkt van ja, dit is vorm, het klopt allemaal, veel harder had niet gekund. Dat heb ik wel een aantal races van gehad, ja. Ik reed dit jaar voor het eerst weer zo'n race eigenlijk in Erfurt, 6:27, gewoon in een trainingswedstrijd, gewoon. En niet wetende wat ik zou kunnen rijden. Ik voel dat het goed gaat in de training. Maar de jaren ervoor had ik moeite met 6,45. En 6,50, daar moest ik ook nog moeite voor doen. En dan ga je rijden en dan rij je rondjes 30 hoog. Dan denk je, ach, zo hard hoeft het ook niet eigenlijk. Nou, een beetje slagverlenging, wat meer ontspanning erin. En dan rij je 30,6, 30,5, 30,3. En dan denk je, ik weet niet wat er aan de hand is, maar... Dan denk je, hey, ik kan weer schaatsen, denk je dan. En dat is één keer weer heel mooi. Het is begin december. 2 maanden voor het begin van de Olympische Spelen van Turijn. Op Schiphol praat men over de kwaliteit van het Italiaanse ijs. Ritsma wacht weer een belangrijke race. Op voor-Olympisch ijs, geprepareerd door een Canadees, moet hij tenminste een top 12 plaats behalen. Hij mag nauwelijks nog falen. Sterker nog, hij moet nu iedere week vol aan de bak. Waar dan ook, hoe dan ook. Hij reist, traint, slaapt en hoopt. En wacht vooral zijn kans af. Zonder Olympische nominatie is zijn positie niet sterk te noemen, want hem rest feitelijk nog afstandwinst op 27 december in Heerenveen. De beer van Lemmer, 35 jaar oud, maar sterker dan ooit, naar hij zegt, weet wat hij moet doen. Turijn. Lingotto, daar moet hij heen. Voor de grote kampioen ligt een geweldige uitdaging klaar. Weer moet hij zichzelf gaan verbeteren. Op ijs dat hem niet vriendelijk toelacht. En dat weten ze allemaal. Op gevoel liepen die. Rees makkelijk. Nou, dan is gewoon de ronde keer een oorzichtstrijdig heel op. Het is hier stil, hè? Ja, feliciteerd. Twaalf rondjes en een halve. Linksom, hè? En linksom dan 100 meter uit de tijd is haalbaar voor Rins. Ja, als je ontspannen rijdt, dan wint je hem. De 5 kilometer? Ja. De grootste allrounder die we ooit hadden, moet zichzelf overtreffen. Dat is de simpele opgave. Een monument van een sportman staat ineens bijna naakt voor de berg Olympus. En de
zijn één na laatste kans. Hier moet hij toeslaan. Maar het ijs is niet goed. Het ijs is, hoe gek het klinkt, niet koud genoeg. Hij weet het. En denkt. Hij begint snel. Misschien wel te snel. Rustig, Brouwer! Rustig! Maar het is zijn één na laatste kans. Dus, de mond gaat open. En hij kijkt. Ritwinst is genoeg! Kom op! Juist, alleen maar de rit zien te winnen. Maar dat gaat ook niet. Hij wordt verslagen. Weet dat, voelt dat en rekent. Nu heeft hij nog één kans. 27 december, Heerenveen. Ja, dat weet ik. Dat zei ze. Maar ik wist het wel. Ik wist van tevoren. Ik denk, Berend, dit is je reismaatje. Ik denk, nou, dat is geleerd. En toen, Berend, dat jij het juist te vertellen, dat hij je net komen mocht. Omdat hij te volle Nederlanders hebben voordeelde. Dat hij wist en dat hij Canadees hier komen zoeken. Nou, ik denk, dat valt verdomme. Rendezvous dus in Heerenveen. Voor zijn allerlaatste kans. Maar goed dat ze maar de Olympische Spelen dat instel is, hè? Dan mooi is het op 10 bij de kwalificatie bewijzen en spreken ik wel dan. Ja, hoe is het geen zin? Hoe is het geen zin? Dit is het eerste staken. Nou, daarom. Nou, klopt. Klopt, exact. Dat is kansloos op het eerste, maar dat hekt dus op Schiphol al zijn. Dat is gewoon onfair om dit instel te leiden. Toch weer die rit net verkeerd, op zin net. Misschien als er iets maar wist, maar dan wist echt kansloos op dit is. Zijn streven is dapper. Maar de vraag blijft vooral, waarom, Rintje? Ja, dat is mijn passie. Ik vind schaatsen nog steeds leuk. En schaatsen is alleen leuk als de resultaten er zijn. Dus de afgelopen 3 jaar zijn voor mij wel heel moeilijk geweest. Daar zie je gewoon dat de resultaten zich afbouwen en dat het steeds slechter wordt. En toch doe je het. En toch doe je het. Voor die momenten, dat die 1-2 keer per jaar, dat je voelt van hé, er zit meer in, maar het komt er niet uit. En dat is zo bijzonder. Wat zoek je dan? Ja, dat is zo raar. Dat is iets onbeschrijfelijks. Je zoekt gewoon continu bevestiging van, paf, ja, dat is het weer. Dat lekkere gevoel dat je in een flow komt en het blijft maar gaan. En je rijdt gewoon een ideale race. Dat is gewoon het mooiste. De grens op blijven zoeken.